Welkom op het weekoverzicht van RTV Losser en Hallo Losser. Met deze week de Boerenmarkt, uitreiking Lintje en de Dorpsraad. De Boerenmarkt. Voor het eerst dit voorjaar hing er een zomerse sfeer in het centrum van Losser, waar op deze laatste zaterdag van de maand weer de Boerenmarkt plaatsvond. Het was een gezellig druk, er was veel te zien en te beleven en zowel de bezoekers als de ondernemers hadden er duidelijk zin in. Het thema van deze boerenmarkt was fashion en met Pinksteren in het vooruitzicht leek het wel alsof iedereen wat nieuws kon gebruiken. Niet alleen bij de verschillende kramen was het gezellig druk, maar ook in de kledingwinkels waren de pashokjes allemaal bezet. Veel mensen hadden zin om naar de sombere kleuren van de winterkleding zich in het roze, felgroen of kobaltblauw te steken. De deelnemende winkeliers van deze fashionboerenmarkt hadden de paarse lopen uitgelegd, en ieder half uur was er een verloting waar de bezoekers van modechecks konden winnen. Op de boerenmarkt zelf was er zoals van ouds weer van alles te ruiken, te voelen en te zien. En tussen het slenteren langs de kramen door kon het zomaar zijn dat je twee verpleegsters met een kapelaan tegenkwam. Zij deelden glaasjes uit aan mensen die het nodig hadden met iets dat leek op pleegzuster bloedwijn, maar wat het net niet was gezien het alcoholpercentage. Voor de kinderen was er een springkussen en zij hoefden niet lang te zeuren om een ijsje, want hun ouders hadden namelijk ook wel zin in een ijsje, om vervolgens een leuk plekje te zoeken op een van de terrasjes in het centrum van Losser. Natuurlijk was RTV Losser ook weer van de partij en maakte de volgende impressie. Dat lossenaren niet kunnen trommelen. Die trommel halen die er net was. Goed, Ellen. En Liet, als jullie kunnen gaan, dan gaan we naar de volgende winkel. Mag ik even doen? Moet gaan schreeuwen. Hallo. Ik ben van harte welkom om onze collectie te bekijken, voelen en te passen. Om zo de juiste keuze te maken die bij u zelf past. We kunnen gaan. Dan ga ik alvast de verloting doen. Ja.
grandioos. Ja, prachtig. Uitreiking Lintje. Op woensdag 26 april vond de jaarlijkse Lintjesregen plaats. Een van de gedecoreerden, mevrouw Mandy ten Veen, was bij deze gelegenheid verhinderd. Maar vandaag ontving zij, bij het bijeenzijn van haar naaste familieleden, alsnog de onderscheiding uit handen van burgemeester Sia Kroon. Mandy ontving de onderscheiding als lid in de orde van Oranje Nassau als dank voor haar vele werk als blokfluitlerares bij Harmonie Kunst en Strijd, nu DTKS, en bij Harmonie Concordia. Zij is betrokken bij veel jeugdactiviteiten en maakt kinderen daarbij enthousiast. Burgemeester Sia Kroon benadrukte in haar toespraak nog eens de enorme betrokkenheid van Mandy voor de kwetsbare mens. Ze verzette zoveel werk voor de Zonnebloem en voor de Nierstichting. Mede om die reden werd ook Mandy ten Veen dan ook koninklijk gewaardeerd. Hierna volgt er een filmpje. Van weekendkampen, Sinterklaasconcerten, spelletjesavonden en schoolbezoek. Zo maakte u kinderen enthousiast voor muziek en dat draagt bij aan hun ontwikkeling. U gunt hen hetzelfde plezier van muziek maken als u zelf al heel jong ook ervoeren. Na uw periode bij DKTS werd u actief bij muziekvereniging Concordia Overdenkel. Hier ging u verder met het geven van blokfluitles en het bezoeken van scholen. Elk lesseizoen dient zich een nieuwe groep leerlingen aan. Blokfluitles is vaak de eerste stap naar een muzikale toekomst. En u bent voorzitter van de commissie jeugdactiviteiten van Concordia. U organiseert weekendkampen, jeugdconcerten, spelletjesavonden en uitstapjes. En dat alles naast uw rol als dwarsfluitspeelster bij het A-orkest. In de tijd dat uw zoon... In de tijd dat uw zoon leerling was op OBS de Sanger, was u lid van de ouderraad, begeleider bij schoolreizen en excursies en paashaas. De verkeerssituatie rondom de school had uw speciale aandacht. U onderhield hiervoor contacten met de gemeente en u was verkeersbrigadier. Op de Sanger wordt u gezien als een ambassadeur van de school. Sinds enkele jaren vervult u de functie van penningmeester bij de Zonnebloem Losser Overdinkel. U doet de boekhouding en schrijft rapporten. U staat op Boerenmarkt om vrijwilligers te werven voor de Zonnebloem. U heeft de aanschaf van een duofiets mogelijk gemaakt. De eerste Zonnebloemfiets in de provincie. En ik heb pas zelf op Bevrijdingsdag ook mogen ervaren wat een prachtig werk de Zonnebloem doet voor ouderen. En dan ook nog uw inzet voor de Nierstichting waarvoor u collecteert. Mevrouw ten Veen, wat bij u als zesjarige begon met blokfluitles mondde uit in een jarenlange inzet voor muziek en muziekonderwijs in Losser en Overdinkel. U zet zich in voor kwetsbare mensen, u weet van aanpakken op verschillende gebieden. Voor dit alles wordt u koninklijk gewaardeerd. Het heeft zijn majesteit koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel.
Dorpsraad. De Dorpsraad Lossen organiseert een openbare bijeenkomst bij Erve Kroosenberg in Lossen betreft de plannen in het centrum van de gemeente. Het thema dat centraal staat in de openbare bijeenkomst is de inrichting van het dorp. Middels de openbare bijeenkomst willen wij burgers informeren over de huidige plannen en status van betrekking tot Aloysius locatie, de Brink en het Martinusplein. Hiertoe hebben wij Jeroen ter Avest uitgenodigd, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening van de gemeente Lossen. Faciliteren van inspraakmogelijkheid voor burgers. We hebben dit vormgegeven met het beste idee van Lossen. Heb jij ideeën over de inrichting van het Martinusplein, de Brink of het Raadhuisplein? Weet jij wat er met de Aloysius locatie moet gebeuren en hoe daar invulling aan kan worden gegeven? Of heb je een ander idee? Het beste idee van Lossen? Meld je dan aan door te mailen naar info@dorpsraadlossen.nl. Het verbinden van burgers in openbare bijeenkomst om daarmee samenwerkingen tussen groeperingen zoals verenigingen en initiatieven te stimuleren. Daarnaast ook het verbinden van de gemeente Lossen met de burgers. We hebben van verschillende leden van de gemeenteraad en medewerkers van de gemeente Lossen vernomen dat zij bij de openbare bijeenkomst zullen zijn. Deze openbare bijeenkomst vindt plaats op woensdag 31 mei om 19:30 bij Erve Kroosenberg, Boekholtlaan 25 in Lossen. Dit was het weekoverzicht van RTV Lossen en Hallo Lossen. Dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende keer. Hoi, superleuk dat je kijkt naar het Jeugdjournaal. We gaan het vandaag hebben over Boerenmarkt Losser en Zomerse Sferen. Genomineerde sportgala Losser 2023 bekend. Musical Twents Kamer College Losser. Boerenmarkt Losser en Zomerse Sferen. Voor het eerst dit voorjaar hing er een zomerse sfeer in het centrum van Losser, waar op deze laatste zaterdag van de maand weer de boerenmarkt plaatsvond. Het was gezellig druk, er was veel te zien en te beleven en zowel de bezoekers als de ondernemers hadden er duidelijk veel zin in. Het thema van de boerenmarkt was fashion en met het Pinksteren in het vooruitzicht leek het wel alsof iedereen wat nieuws kon gebruiken. Niet alleen bij de verschillende kramen was het gezellig druk, maar ook in de kledingwinkels waren de pashokjes allemaal bezet. Veel mensen hadden zin om naar de sombere kleuren van de winterkleding zich in het roze, felgroen of kobaltblauw te steken. De deelnemende winkeliers van deze fashion boerenmarkt hadden de paarse lopen uitgelegd en ieder half uur was er een verloting waar de bezoekers modechecks konden winnen. Ja, we staan hier op de boerenmarkt en het is mooi weer, bijzonder mooi weer, dus het zal vrij druk worden vandaag. En het thema is mode. Dus we zijn nog op zoek naar de modepolitie. Maar we staan hier nu bij een kraampje met, wat is het allemaal? Brokanten, design, antiek. Van alles een beetje door elkaar. Iets wat ik zelf mooi vind. Heb ik kopen en weer verkopen? Ja, krijgen door ook. Oké. Okay. Bijvoorbeeld een oma die overlijdt. Ja. Jij staat op de markt. Nou, dan krijg je dat mee. Okay. Ik doe er ook wel eens dat ze ben niet zo happig om in conciliatie te doen. Voor een ander. Ja, dat is altijd een beetje moeilijke handel. Hè, dat, ja, ja.
het is nooit genoeg wat je daar beurt. Nee, maar we hielden natuurlijk voor hem. Ja, dat is soms gewoon domweg niet. Maar alles wat ik hier heb is dingen die ik zelf mooi vind. Ja, en ook iets over kunt vertellen. En ja, wat ik over kan vertellen. Ik heb bijvoorbeeld een heel mooi blauw Chinees bij ons. Ja. Dat zijn presentatieschaaltjes voor bijvoorbeeld die driehoek die daar ligt. Ja, die schelpvorm die is voor als je een mooi diner maakt, leuk iets presenteren. Heel mooi gaat er om vis, bestelde vis en dan kun je het prachtig mee pronken. Dat is eigenlijk een beetje zo. En ik heb bijvoorbeeld Engels blauw bij van Mansel. Dat is een hele beroemde fabrikant van heel mooi porselein. Ja. Aardig, het is geen porselein. De porselein is altijd heel hard. En dit is altijd aardewerk, zwart. Ja, ja, ja. Ja, Chinees. Borden. En, prachtige kandelaars, kristallen kandelaars. Ja. Zilver bij. Dat zijn de apostellepeltjes, de 12 apostelen. Oh ja. En, zo probeer je een hele diverse handel op te bouwen. Hè. Je moet het leuk blijven vinden. Ja, ja, ja. Ik moet het leuk blijven vinden. Ja, maar het is wel apart. Ja. Zie je niet zo in elke dag staan? Nee. Nou, dat is ook een klein beetje. En je moet er hobby aan hebben, hè? Ja. Want mensen denken als, oh, wat zal die man rijk worden? Nee. Nee, hoor. Nee. Nee, hoor. Maar ik hoorde dat we hier ook een jeugdige hockey... Ster hebben. Ja. En vertel eens, wat ben jij vanmorgen? Heb jij een... nominatie gekregen, hè, voor de aanmoediging. Ja, vertel me, joh. Ja. Aanmoedigingsprijs? Ja. Hier vanmorgen op bij Man of? Bij dat is in op je eigen veld, hè? In Overdik op het hockeyveld. Oké, okay. En dat is bij je sportvereniging? Bij de voetbalclub daar. Ja, ja. Oké, okay. Leuk. Ja, dat is goed, joh. Mooi is dat. Ik zie hier ook nog boekjes staan. Ja, dat is dat die moet u kennen, hè? Dat zijn van oudsher. Ja, Verhulst. Dat is echt oud. En kijk, en om te laten zien hoe mooi die op kunt worden, hebben we er ook mooie boeksteunen bij. Ja. Kijk, dit is mijn oude sport. Paardrijden. Paardrijden, oké. Okay. Ja, dat is heel lang geleden, hoor. Ja. Gewoon paardrijden of? Gewoon paardrijden. Ja. Dressuur, springen, crossen. Ook dressuur wel? Ja. Oké. Okay. Ik ben ook nog steeds... Nee, laat me zitten. Ja, ik ben ook nog instructeur. Oké. Okay. Dat doe ik al niet meer, dus. Nou, dat soort dingen dan... Heel interessant. Ik zou zeggen, goede markt. Ja, dank u. En hopelijk komen de belangstellenden die wat meenemen. Ik hoop het. Hey? Ja. Anders moet je volgende maand weer komen. Nou, de bedoeling is dat ik de eerste 3 keer hier sta nu. Dus, Okay. Maar ik sta niet altijd. Ik heb een hekel aan kou. Oh ja, ja. Ja, het wordt nou een beetje mooie weer. Hè? Dit is weer om buiten te staan. En waar komt u zelf vandaan? Overdinkel. Overdinkel. Oh. Dus thuiswedstrijd. Ja, hey? Ja hoor. Nou, succes. Ja, dank u vriendelijk hoor. Yo. Hier ging ze met sokken stoppen. Oh ja. Sok eroverheen. Sok eroverheen en dan ging ze stoppen. Ja, ja. Maar dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Nee. Maar weet je, je verkoopt dus alles. Hè. Maar vertel eens wat je allemaal verkoopt. We hebben een beetje wol, allemaal verschillende kleuren. Ja. En we hebben nog knopen met 2 gaten en 4 gaten. Ook nog? Ja, ja. Oh, jongen, en plastic knopen en metaal knopen. Ja. En we hebben ook nog ritselerings. Ritsluiter, ja, hebben die gewoon echt. Als je een heel groot hebt, dan heb je hoe langer ritsluiter nodig. Ja. Maar die langs zijn we allemaal kwijt. Ze zijn allemaal kwijt. Ja, vroeger was het allemaal kleiner en nu was het allemaal langer die ritsen. Maar wat voor kump willen we ook niet, hè? Nee, dat weten we niet, maar ze willen allemaal die lange ritsluiter zijn. Maar we hebben ook wel veters. Ja. Wat voor kleur heb je dan? Kijk of je die hier hebt. Dan. Brun. Die brun. Ja, die brun. Kijk toch eens. Ja, een beetje te licht. Ja, een beetje. Maar ik heb er een borrel voor. Borrel. Ja, maar weet je, vroeger, wie kwam je oorspronkelijk uit Overdinkel? Ja. Prik en prak. Ja, en zo moest je vroeger geld verdienen, hè? Ja, ja. Dat schreef je niet wat. Maar ja, nu heet ik allemaal, hoe noemen ze dat? Euro's. Euro's ook, ja. Ja, en toen zei nog grond. Ja, maar toen verkocht je knoop voor 5 cent stuk. Oké. Tegenwoordig hebben ze alleen maar bankpassen. En wil ze ook nog pinnen ook nog? Ja, wil ze pinnen ook nog. Ja, maar meestal leur ik. Kijk. Oké. Dat is onze bijverdienste. Ja. Dat kost een paar cent meer. Ja.
Maar ook daar heb ze weer geen belang bij. Ook niet. Nee, maar dan heb ik nou ook. Ik heb nou weer gehad in kleinere vermaakhoes hurken. Kijk daar. Oké, okay. Tukkers, ja. Snaps. Ja. Maar oh. Ik kan het wel niet aanbieden, maar ja, je moet werken, hè? Ja, ik moet werken hoor. Ja, heel jammer. Kan iedereen ook achter de microfoon staan? Nee, dat kun je niet. Nee, maar ben je hier van de televisie, hè? Ja, wie bent hier van Los Omroep? Omroep? Ja. Omroep? Omroep. Radio en tv. Oh! Ja. Kom je in de krant? Nee, nee. Niet in de krant? Nee. Hebben jullie internet? Ja. Ja? Nee. Ik heb toch internet? Had ik. Had ook al, ja. Verkocht, ook al weer verkocht. Kun je geld verdienen of zo? God, alle kerstes. Je... Ik heb te weinig als proef verkocht, joh, dan kan ik het niet betalen. Man, ik kom in mijn box zet niet al op. Ik heb je de riem ook al verkocht? Ja, nee, maar ik kreeg zo weinig eten. Oh. Wie verdient je geen rode cent meer? Nee, maar gooi nog langs de boeren, hè? Of... Ja, we gaan nog langs de boeren. Wie moet nog langs die keersboer, moet ik zo bedoelen. Hè? Ja. Maar wie gaat nog een beetje oude apotheek, hè? Ja. Maar dat zit helemaal beu. Je moet een beetje alle leur opzoeken, hè? Want die jongen hebben er helemaal geen blank bij. Nee, nee, die komen alles via internet. Ja, dat zit allemaal in een kleine inling. Ja, een kleine riswording zou ik wel, maar ik wil ligt er niet mee in. Maar niet vertellen, hè? Maar die verkoopt heel stiekem ook slaaptabletten. Oké. Okay. Ja. Ja. Er was net een manifeur of hij van die blauwe pilletjes had. Ja. Maar dat snap ik weer niet. Wil je dat snap ik ook niet, hè? Nee, dat snap ik ook niet. We kunnen niet van slaap. Of. Nee. Ja, nee, maar ik weet niet wat dat weer is, maar ze vroeg sinds die blauwe pilletjes. Maar, ja, dan moet je misschien wel aanschaffen. Ja, maar dan zeggen ze altijd weer van, mijn broek gaat me te strak zitten. Ja. Oh, ja. En wat weet ik niet, maar... Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb geen roze, ik heb ook alweer verkocht. Ook alweer, jullie verkoopt ook alles, hè? Ja, maar weet je, ik moet, het is... Ja, je moet bekken aan de... Ja, Pinksten. Ja. Dan moeten we toch een paar cent verdienen. Zeker. Ja, en dan heb ik niks te verdienen, dan kun je niet met z'n tweeën niet waarderen. Nee. Dus het ligt niet op mijn hoop, hè. Maar ja, de lucht ben niet zo gauw meer zo met uitgeven met geld, hè? Probeer door hem op terras. Ja, die gewoon eenmaal proberen. Ja? Ja. Ik zou zeggen, jongens, bedankt voor het interview. Ja, je hebt ook nu meer interview. Ja. Oh, ja, ik heb wel praten. En praten met elkaar. Oh. En kuien. En wat is dat aan, mijn dorsteer? Dat is onze Maria. Oh. De cameravrouwtje. En de gast, hè? Ja, ja. Oh, nou, goed. Jongens, bedankt, hè? Ja. Succes. Jo. Maar nooit zo dat samen past, hoor. Nou, we staan hier bij de stand van Erve Imorst. En dat is een boerderijtje vlak over de brug als je naar de Zandbergen hebt gehad. En de twee dames die zijn hier voor het eerste keer volgens mij, of niet? Ja, dat klopt. Ze zijn vandaag voor het eerst. Normaal gesproken hebben we op zaterdag en op vrijdag de winkel gewoon open. Ja. Dus, maar nu ook op de boerenmarkt. Oké, een beetje meer bekendheid. En de dochter is erbij en die doet met sieraan, geloof ik. Ja. En wat maak je allemaal? Ja, van alles. Armbandjes, kettingen. Oorbelletjes. Ja. Ja? Nou, mooi. En die zijn ook in de winkel te koop, heb ik begrepen. En jullie hebben een melktap. Daar kun je hele dagen bij terecht. En volgens mij kun je er ook ijs kopen, hoor. Ja, dat klopt. We hebben hele lekkere boerensoftijs uit de ijstap. En daar kun je elke dag kan je daar terecht. Dus van 8 tot 8 is dat open en kun je ook melk tappen. En we hebben een automaat met eieren en kaas. Okay. Dus ja. En het winkeltje is open van? Het winkeltje is op vrijdag van 1 tot 5 en zaterdag van 10 tot 4 open. Oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke mooi. En wat verkopen jullie allemaal? Ik zie ook worsten hangen. Ja, we hebben worst, we hebben kaas waar we zelf maken op eigen erf. En nou ja, verschillende jammetjes. En in de winkel hebben we ook rundvlees, biologisch varkensvlees en biologisch kip uit Friese. Oké. Okay. En nou ja, ook nog aardappelen en allerlei andere streekproducten. Ja. Een boerenwinkel. Echt een boerenstreekwinkel. Ja. Met sieraan. Met sieraan erbij. Dus vanaf het hartstikke mooi. Ik zie ook tassen aan. Ja, tassen heeft ze erbij. En we maken ook heel veel cadeaupakketten. Oké. Dus, en we hebben een heel leuk assortiment aan thee. Dus verse thee. Oké. Okay. Ja, van alles wat. Aparte dingetjes. Aparte dingetjes. Nou, succes vandaag. Ja, en, dankjewel. Het is mooi weer, dus... Ja, daar treffen we het mee. Daar tref je, kom je vaak, dan is het iets minder. Maar daar wordt volgens mij ook wel mooi druk van voor vandaag. Ja, dat zeker. Oké, okay, succes. Ja, dankjewel.
ze een heel lang servetje, hè? Had ze in de kerk... Ik heb heel lange servetjes. Had ze in de kerk de hosties van Tuffelpark ook gemaakt. De hele kerk ook vol. Ja, ja, kerk vol. En de naam veranderen in Bitcoin. Ja. Dus met een D, hè, Bitcoin. Ja. Maar dat is het lichaam van de heilige kartoffel. Ja, het lichaam van de heilige kartoffel. Ik zie jullie geen prik en prak wat eten, want ik heb er net mee gepraat, die jongens kunnen geen handel meer erin ding worden. Nee? Maar ze wilt overal pinnen de leu, maar dat hebben ze niet van elkaar. Ja, dat is nog heel jammer, dat vinden wij heel erg droevig. Ja. Wij ja. vinden dat het ergste wat er in de maatschappij kan gebeuren. Ja. En wat ook zo slim is, dat ding worden wij met model Noorden hier op deze boerderij. Boerenmarkt. Ja. En de liefde is ook de boeren. Daarom hebben wij twee zusters die mensen, echtparen opzoeken, die al 60 jaar met elkaar trouwen zijn of iets jonger. En die gaan we opnieuw in het echt verbinden. Ja. Oké. Okay. En dat is, ja, echt dan, verbinden. En dan geeft de kaplan Kees Kwakman erin met de weiwarenkwast over. Ja. Okay. En dan, en dan kan het niet meer stuk. Kusje erop. En dan, dat kan is niet zo meer stuk. Is zoveel liefde nog in de maatschappij? Ja. Eigenlijk wel, maar soms moet je een beetje aanbakken, nog niet? Ja, je moet de leur daar opnieuw bewust van maken. Dat is het probleem. Ze willen het gewoon weer. Ja. Want niks mag meer, denk ik wel. Alles is verboden. Ja, als je een beetje te veel zegt, dan staat ze achter, hoor. Maar de liefde is nog heel erg sterk. En vooral die losse. Ja. De L, losser. Losser liefde. Losser liefde. En dan lopen de leur opnieuw op veel. Gaan we mullig lossen hier in lossen? Ja. En onze zusters hier, twee zzp'ers, zusters zonder papieren. Ja. Meer aan het bed en minder aan het potlood. Verstaan, wat zei ik nou? Hier in uw potlood ook altijd. Daar kun je niks over zijn, daar krijg je brood van. Nou, ik maar ja, zie, daar krijg je brood van. Ik had heel erg griep, toen lag ik met een snortneus in bed en toen was het ook alweer niet goed. Ja, met de dik zeker, hè? Ja, onder de dik. Ja, daar krijg je brood van, dat kun je niet maken. Nee. Dat kun je niet maken. Tegenwoordig zo letten op hoe worden, hè? Ja. Echt niet. Nou, ik hoop dat je nog veel echtbaan tegenkomt. Ja? Absoluut. 40, 50, 60 jaar trouwt. Ja, absoluut. Ja. Opnieuw de absolutie. Ja, en met elkaar verbinden. Ja. Met elkaar verbinden. Nou. Hij is van de geestelijke zorg, wij van de medische zorg. Ja. Dan kan het niet misgaan. Okay. Niets mag meer en de leur wordt allemaal zeg maar, in de pan hakken. Ja. En daarom heb ik twee zusters bij mij. En we zoeken naar echtbaan waar je direct aan kunt zien. Nou, geweldig. Die wilden we opnieuw in het echt verbinden. Ja. En dan wilden we graag dat je de handen in moet steken. Dan gaan jullie in het echt verbinden. Altijd aan Willy alles handen alsjeblieft even vast, maar aan elkaar verbinden. Ja, zeker. Gaan we jullie aan toch? Maar we hebben en hoe seks lang gaat met jullie huwelijk, nu met elkaar trouwen? Ik hoop dat lekker. Volgend jaar 50 jaar. Ja, kom je nog, hè? Ja, en dan moet ik er even met de kwast overheen. Dit is echt verbonden. Ja. Vader, doe het ding. Hup, zo, je hebt eroverheen. Ja. Dat de huwelijk ook nog stand houdt, want 50 jaar is natuurlijk vooral op het laatst. Maar Mike, nu wij opnieuw beginnen zoals je vroeger begon, hij heeft pas verkering aan. Mag dat wel weer? Ja, maar hoe doe je dat? Ja, ik ben het wel vergeten, man. Ja. Ik ben het wel vergeten. Hartstikke bedankt. Ik ben naar Hanna van Hendrik, wees. Nee, gewoon naar een man, gewoon naar de vergeten. Ja, dat is wel ik. Ik moet er wel een kusje hebben, hè. Kusje? Oh, ik ga jou een kusje geven. Nee. Wat meneer, dat is toch? Nee, dat is toch geen brood. Dan speel ik gele broek aan, dus dat kun je herkennen. De boerenmarkt in één keer komen politie tegen. Ja. Maar, ja, wij zijn niet zomaar politie, wij zijn van de modepolitie. Oké, en dat houdt in? Dat houdt in dat we heel kritisch kijken naar hoe mensen hier losse gekleed zijn vandaag. Oké. En wij durven zelf de mensen op de bon te slingeren. Oké. Ja. Dan krijgen ze allemaal een bonnetje. Ja, dan krijgen ze een bonnetje. Maar het fijne is dat daar een leuke prijs aan verbonden kan zijn. Oké, dat is helemaal interessant. Ja, toch? Ja? En, ja. En kunnen ze winnen dan? Nou, elk uur is er zijn er twee andere winkeliers uit de buurt die een prijs weggeven. Ja. Zometeen is dat bijvoorbeeld van Pearl. Maar we hebben ook lingerie al gehad. Dat was een spannende ronde. Ja, okay. Veel belangstelling. Ja, ik zie u gelijk. Ja, ja. Dat spreekt tot de verbeelding. Neemt u uw loodje mee, meneer? Ja. Ja. Kijk eens even. U ziet er fantastisch uit. Dank u wel. Mijn loodje uit de loterij. Dit is u. Ja, ja, ik zie het. Zo ziet u, hè. Ja. Dan gaat dat gewoon de hele tijd. De liefde ligt op straat. Precies. Ja. Om twee uur is de check
doen? Tegenover Café Smit. Ja, dat vind ik heel leuk. Ik ben hier elk uur. Nou, podium. Ik ben in podium elk heel uur. Oké. Politie, sorry. Ik ben niet in positie. Moorden. Moorden. Politie. Ik ben niet in positie, meneer. Nee, die tijd is voorbij. Ja, nee, het maakt helemaal niet uit. Dat is een jeugdige dame. Ik ben, ja. Ja. En altijd lekker rond de steven geweest, hè? Ja. Dus zo is het ook. En jullie hebben er heel mooi weer bij, gelukkig. Ontzettend. Ja. Dat kun je niet plannen, hè? Wat een dag om in Losser te zijn. Ja, ja. Leuk, hè? Absoluut, ja. Het is en heerlijk. Super fijn voor de winkeliers, want wat is er veel te bieden hier. Ja, ja. En, dus ik zou zeggen, iedereen welkom, kom naar Losser, ja. Want hier kun je echt goed losgaan. Kijk, allerlei gebieden. Ja, zei het. Ja, geeft niet. Veel modewinkels. Andere winkels. Ja, andere winkels. En er zijn momenteel vandaag ook heel veel kramen. Hè, met allerlei, de boerenmarkt. De boerendingetjes. Zo is het. Maar ook fashion dingen, hoor. Ja. Absoluut. Ja, het is alleen maar boer. Het is hip en shiny. Ja, absoluut. En wij complimenteren de mensen uiteraard als ze er gewoon zelf al goed uitzien. Hè. En dan krijgen ze ook soms iets mee. Ja. Ja, we hebben bijvoorbeeld deze goede prijs. Dat is een hele laat maar even zien. Ja. Gefeliciteerd, je bent een echte modegenoom. Oké. En dat is echt een compliment. Ja. Of deze. Gefeliciteerd, je bent echt een modetijger. Bijvoorbeeld. Ja, leuke dingetjes. Allemaal leuke dingen, ja. Absoluut. Hè? Nou, dames, ik hou jullie niet langer op, want... Nee, we zijn hartstikke druk. Ja, dat zag ik net wel. Dus, ja, dus we gaan gauw nog even door met ons bonnenboekje. Ja. Om 2 uur is de volgende trekking al, tegenover Café Smit. Oké, gaan we kijken. Ja? Tot ziens. En u wilt ook graag een loodje, zie ik al. Ja! Ja hoor. Ja. En voor jou ook, hè. Nou, ik krijg er 2. Ja. Zo, hartstikke mooi. Meerkans. Ja. Meerkans. Ja, dames, bedankt. Gaan we, hè? Ja, succes. Kunnen we dit nog ergens terug? Ik weet niet. Kunt u Twente TV ontvangen? Ik denk het wel. Ja. Waar komt u weg? Ja, Amsterdam, maar volgens mij hebben we heel veel streektelevisie, hoor. Ja, dan moet u Hallo Losser. Hallo Losser. Of RTV Losser intypen en dan even RTV kijken. Losser. Vanaf dinsdag komt dit erop. Leuk! Ja? Hartstikke leuk. Oké. Okay. Succes jullie ook. Jullie ook. Dag. Nou, wij komen hier toevallig weer een leerling tegen van de verrekijker die bij ons in de studio is geweest om te kijken hoe het bij ons gaat en hoe beviel dat? Het beviel goed. We hebben geleerd hoe het echt werd opgenomen. Dat er een spiegel achter iets is met een tablet eronder. En dat een autocue. Ja. Ik wist niet snel hoe dat heet. En dat ze daarna. En dat ze dan een camera was. Maar ondertussen kon je gewoon die tekst lezen. Dus je had geen papier dat je daar de hele tijd op keek. Je kon gewoon recht in de zoom kijken. Ja. En voor de rest kon je gewoon je verhaal vertellen. Nou, heb je het al teruggezien dan? Ja, ik heb het laatst nog teruggezien. Ja, en een groene wand erachter. En daar kunnen we dan een foto inzetten van jullie school. Ja. Ja. Dat is ook gedaan. Ja. Dat is een green screen. Er bestaat ook een blauw en een rood doek. Ja. Maar hier in Losse hebben we gewoon de green screen. Groen doek. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk dat we jou hier nog weer tegenkomen. Hè? Ik zag toevallig dat jullie hier waren. Ik was benieuwd hoe het hier gewoon op straat werkte. Ja. Ja, dat neem ik gewoon op. Maria neemt dat op en ik doe dan kleine interviewtjes met standhouders of de moordenpolitie zijn we net tegengekomen. Ja, en Prik en Prak met zo'n oude kinderwagen. Oh, die, dat zag ik ook. Dus, twee zusters met de kapelaan. Ja. Daar hebben we ook een gesprekje mee gehad. Dus hebben we weer een paar dingetjes om in het weekjournaal te laten zien. Ja. Nou, bedankt voor het interview. Niks te danken. Ja, oké. Met begeleiding of alleen? Hij gaat gewoon een liedje aanzetten, karaoke. Ik ga de Adele Someone Like You doen, want Henk is er natuurlijk niet. Dus ik moet echt lekker helemaal alleen. Okay. Maar ik was net aan het presenteren. Ik heb net 2 rondes al gedaan. Loodjes trekken en prijs uitreiken. Nou, ja. Ja, daar wachten we nog even op en dan hebben wij ook alles gehad. Hebben jullie ook alles gehad? Ja, we hebben Prik en Prak geïnterviewd. De jongens die hebben het zwaar, hoor. Oh. En die komen bij de boeren en dan willen die boeren die willen een pin. Als ze wat kopen. Ja. Oh. En die hebben geen pinapparaat.
Ja, en er loopt ook nog een kapelaan rond, of een pastoor met twee zusters. Ja, die heb ik ook gezien. Die heb ik ook gezien. Die wil echtparen nog een keer in het echt verbinden. Dus, ja, dat is echt leuk. Ja, ja. En ook die mevrouw met de EHBO-dingen en zo. Dus ja, dat is leuk. Nou, en de moordenpolitie. Ja, ook leuk. Ja. Het kan in Lossen. Ja, ja, gek, allemaal. Hè? Het is mooi weer. En ook prachtig weer. Ja, echt. Ja. Ik ben heel blij. Ja. Ja. Het is echt een mooie dag. Okay. Ja. Nou, we gaan straks nog even kijken. Ja. Ik ga wel nu aankondigen dat ik ga zingen. Ja? Oh, je gaat nu zingen? Oh, dan blijf je. Ja, ik ga nu zingen. Ik ga het nu zeggen. Nou. Ja, ik zie iemand. Wordt naar gewezen, dus ik denk het wel. Genomineerde Sportgala 2023 bekend. Op zaterdag 10 juni vindt het Sportgala van de gemeente Lossen plaats in het Openluchttheater Brummelsdennen. Na een gedwongen pauze van 2 jaar door de corona is het gala weer terug. En deze keer wordt het een hele speciale aflevering waarbij de populaire band enorm zal optreden. De lijst met genomineerden is vastgesteld en aanmelden is niet meer mogelijk. De genomineerden zullen op de avond van het gala via een filmpromo worden geïntroduceerd, waarna de prijzen door verschillende bekende Lossenaren zullen worden uitgereikt. Musical Twents Kamer College Losser. Afgelopen vrijdag 26 mei was er in het Openluchttheater Brummelsdennen een musical van het Twents Kamer College Losser. Alleen leerlingen en ouders van de school
mochten hierbij zijn en er waren zelfs kaartjes te koop. De leerlingen hebben zelf alles geregeld, van camera's tot aan het decor. RTV Los was erbij en hebben hier een korte reportage van gemaakt. De musical van Twents Carmel College in samenwerking met Fundament Losser. Ik heb de eer om dit mooie stuk te mogen openen vanavond. De leerlingen hebben echt keihard gewerkt voor en achter de schermen. Ik heb de eer gehad om een heel schooljaar lang met ze te werken. En met vol trots presenteer ik jullie vandaag de musical Sister Act. Ik wens jullie heel erg veel plezier en geef ze een ontzettend groot applaus. Ze zijn er helemaal klaar voor. Geniet ervan, leun achterover en we nemen jullie mee naar het klooster. Veel plezier! Iemand heeft je achterkant naar buiten komen lopen. Dat was ik niet, dat was mijn trainingszus. Ik geloof er niks van. Ik ook niet. Maar word wel lekker kopje onder. Zo jammer dat je bent gaan kicken bij de politie. Je kan naar jouw deel van de bank fluiten. Voor jou geen deuten, dame. Dus vertel me wat je tegen Richard de zakken vertelt. Niks, ik heb hem echt niks verteld. Hé, hey, niet te lang. Oeps. Baas. Wat hebben jullie nou weer gedaan? Ze is dood, baas. Schatje, is niet wat het lijkt. Ze heeft gewoon een zetpil. Ze komt zo weer bij. Een zetpil, ja. Schatje. Een zetpil? Dat is een probleem, baas. Ja, wat is tegen de politie gaan klikken? Liefst dat jullie haar vinden. Oké, baas. Zijn we zeker wel een paar maanden verder. Een paar maanden? Wat moet ik doen in die paar maanden dan, hè? Wat als ze ook mij zoeken, wat als ik ook vermoord word, hè? We zullen jullie moeten verstappen. Ja, maar dan... Huh? Maar dan wel op een plek waar zij nooit zullen vinden. Het klooster. Het klooster? Ja. Zie wat ze aan hebben. Het lijkt wel een modeshow voor de gordijnen van de IKEA. Dolores, het is voor jouw eigen veiligheid. Dit is de laatste plek waar ze jou zullen zoeken. Ja, Dolores, het is voor je eigen veiligheid. Ja, zodra het kan alleen maar hier met meteen op. Natuurlijk. Ga nou maar naar binnen. Moeder overste wacht al op je. Succes. Hallo, uw hoogheid. Goedemiddag, mevrouw Verzelle. Ik ben moeder overste en ik heb hier de leiding over de gang van zaken. Ik ben de klooster. Oh, ik snap het al. U bent zeg maar de cipier van het klooster. Juist, ja. Laten we maar meteen ter zake komen. Hierachter kunt u wat comfortabelere kleding aantrekken. Dat is geen overbodige luxe. Oh nee, dit trek ik echt niet aan, hè. Dan lijk ik wel een dode pinguïn. Mevrouw Michelle, zoals ik heb begrepen, willen mensen u vermoorden. En u zult bescherming in ons midden. U zult zich dan toch ook echt aan onze regels moeten houden. Ja, zo erg kan dat toch ook weer niet zijn. Laten we gaan zien. Doreviva Solatido! Doreviva Solatido! La 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 la. La 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 la. En nu de sopranen. La. I follow him.
Bedankt voor het kijken naar het Jeugdjournaal. Wil jij nog graag iets zien in Jeugdtalk? Mail dan naar nieuws@echtefeest-losse.nl of DM via Instagram @amani.jari. Tot volgende week!